Dankjewel voor de uitnodiging, uh, Baldus. Um, maar ik ga het niet zo academisch maken. Want Tim die gaf net aan van, uh, dat, dat academici in die, uh, in die gebouwen zitten en mooie, uh, journals, uh, mooie artikelen in journals schrijven. Uh, wat ik doe in Groningen, um, maar ik ook een stuk breder, is vooral op de fiets stappen tussen de Hans Hogeschool, de RUG en de UMCG. En daar die wetenschappers achter op een fiets zetten en dan de regio in krijgen. Om echt vanuit de regio te kijken hoe kunnen we gezondheid anders organiseren en anders positioneren. Daar hebben we onder andere een Master, een transitie Master voor. Um, en we zijn vooral bezig van hoe kunnen we dat met, met elkaar doen. Hoe kunnen we dat doen samen met burgers, hoe kunnen we dat uh, samen met de lokale overheid doen, samen met bedrijven, organisaties. Hoe kunnen we de omgeving ook echt een stem uh, geven? Ja, en waarom we dat doen is omdat we echt het gevoel hebben dat het anders moet. En uh, dat gaf uh, Tim ook heel erg mooi aan voor het klimaat. Ik zit meer op uh, gezondheid. Uh, van planetary health. Nou ja, dan kom je heel dichtbij wat Tim aan het vertellen is. Uh, tot aan de gezondheid, uh, zorg en gezondheid, hoe dat georganiseerd is. Uh, dus ik ben ook van huis uit ben ik een uh, gezondheidswetenschapper. Alleen wij lopen er wel heel erg tegen aan dat we niet zoveel oplossingen hebben. Ik kan niet zo'n prachtige uh, uh, disk laten zien met 80 oplossingen. En als we dat doen, dan komen we er wel. Dus de vraag is heel erg van hoe kunnen we nou, hoe kunnen we het doen? Hoe kunnen we in die complexiteit met al die stakeholders, hoe kunnen we echt tot verandering komen op die langere termijn? En dat is een verhaal over uh, complexiteit. Ja, en dat is, uh, en dat gaf Tim ook prachtig aan, uh, dat is een hartstikke hip verhaal. Ja, we hebben het de hele tijd over complexe vraagstukken en over wicked problems. En uh, uh, er is geen opleiding meer die dat ook echt in zijn, in zijn curriculum heeft weggestopt. Ja, maar vervolgens zie je dat er heel weinig naar die complexiteit uh, uh, bewogen wordt. Niet, eigenlijk niet goed gekeken wordt, hoe gaan we met die complexiteit om? Um, ja, de, de underlying logic, eigenlijk de logica die onder die complexiteit wordt, die wordt slecht begrepen en er wordt nog minder goed bekeken van wat kunnen we dan daadwerkelijk in die complexiteit echt doen. Hoe kunnen we complexiteit omarmen en het misschien zelfs wel praktisch maken. Ja, en daar ga ik wat over vertellen. Um, uh, en, en dat is wel iets... Dat is wel een dingetje, want ik denk namelijk dat uh, we dat al jaren roepen, maar dat we, uh, dat we best met onze opleiding en met onze manier van denken enorm geïndoctrineerd ge zijn, geconditioneerd zijn om vooral die complexiteit zo snel mogelijk weg te schoffelen. Ja, we noemen het complex en daarna proberen we het zo snel mogelijk gecompliceerd te maken of heel hanteerbaar en heel meetbaar te maken. Dus de kunst is ook echt om die complexiteit uh, op de voorgrond te houden. Boven, boven tafel te houden. Boven water te houden. Ja, en uh, uh, de vraag is hoe je dat doet. En wat het makkelijkste is, is om in ieder geval een onderscheid te maken tussen wat een gecompliceerd vraagstuk is en wat een complex vraagstuk is. En dan een uh, gecompliceerd vraagstuk is uh, rocket science, het kan extreem ingewikkeld zijn. Ja, heel veel kennis voor nodig, heel veel mensen voor nodig, moeilijke materialen nodig. Maar als je dat allemaal hebt ja, en je volgt de richtlijn, je volgt het kookboek, dan komt daar op een gegeven moment ook die raket uit. Ideaal is voor ons ook een ideale wereld. In de gezondheidszorg houden we daar ook heel erg van. Een diagnose. Ja, en dan vervolgens maken we daar een richtlijn voor de interventie van. En als je maar de stappenplan volgt, dan krijg je vanzelf krijg je het resultaat. Ja, is ook heel fijn omdat het heel controleerbaar is. Hè? Je kunt dan aan de voorkant definiëren wat er aan de achterkant uitkomt. Ja, en dan kun je ook als, um, als manager bijvoorbeeld kun je dat, kun je die stappen ook heel lekker man managen en ook heel lekker controleren. Ja, dat is een hele fijne, gecontroleerde wereld die, uh, die wij allemaal omarmen. Ja, kun je prachtig in boeken zetten, kun je opleidingen van maken, uh, prima. Ja. Alleen dat is wat anders dan gecompliceerd. Gecompliceerd gaat veel meer over, uh, nou, als, en als metafoor gebruiken wij vaak opvoeden, ja, daar heb je niet zoveel controle op. Daar gebeurt van alles, daar popt van alles op. Ja, als je kinderen hebt, dan weet je dat. Als je zelf een kind bent geweest, dan weet je dat ook. Ja, kijk maar, ik, heb, ik kom uit een familie. Uh, mijn broer die, die werkt hier aan de overkant. Uh, een tweelingbroer. Totaal andere uh, carrière, totaal andere waarden. Ja, maar we, hebben, we zijn allebei heel Spartaans opgevoed. Uh, uh, met dezelfde kookboek. Ja, er, is, er is zelfs een kookboek voor opvoeden, hè, geloof ik. Oei, ik groei. Daar staat precies in wat je moet doen, hè? Terwijl iedereen denkt: van ja, dat is totale onzin. Dat is niet te controleren. Er gebeurt van alles onderweg. Wat voor vriendjes krijg je? Wat voor vriendjes krijg je? Wat voor opleiding ga je volgen? Ja, uh, ik heb no ben nooit naar de Eiker ge uh, gerend, maar ik heb de Eiker uh, wel eens beklommen. Dus ik ben heel erg uh, uh, ben ik bezig geweest met, met het klimmen van bergen. Ja, nou, mijn broer moet er niet aan denken. Een tentje, alleen al het idee van een tentje en uh, lopen. Waarom zou je dat in godsnaam doen? Ja, er zijn zwembaden en cocktails. Ja, veel mooiere wereld. Ja, dus daar zit enorm veel verschil in. En een gecompliceerde uh, werkelijkheid gaat ervan uit dat onderweg er van alles gebeurt. Emergentie heet dat, oppopt. Ja, en uh, uh, dat, dat kun je dus niet controleren. Je kunt ook niet aan de voorkant definiëren wat er aan de achterkant uitkomt. Dus dat prachtige uh, plaatje van Tim is één van de toekomsten. Ja, want de toekomst bestaat niet. Het is wel mooi om daar naartoe te werken, maar er zijn natuurlijk veel meer opties, veel meer mogelijkheden, misschien scenario's. Ja? Maar we moeten kijken hoe we uh, wel dit als wenkend perspectief kunnen zien. Ja? Want het, dat, dat ziet er prachtig uit. Maar vervolgens bedenken van hoe gaan we dan along the way in zo'n lange termijn denken. Hoe gaan we dan die complexiteit met al dat oppoppende, emergerende. Uh, uh, verhaal, hoe gaan we daar met elkaar mee om. Ja, en, en, en daar hebben we eigenlijk nog geen oplossing voor. Het liefst hebben we denken we van pff, dat is wel heel erg ingewikkeld, kunnen we niet een stappenplannetje bedenken om daar naartoe te gaan. Ja, dat is ook lekker controleerbaar. Hartstikke fijn. Dus daar zijn we eigenlijk naar op zoek. Nou, dus die, 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 uh, uh, ik denk dat we heel veel mooie beelden hebben hoe het kan. Maar hoe we er naartoe komen, dat is nog wel echt de handvraag. Um, en dan zitten er in die complexiteit zitten een aantal uh, aannames die wij hebben. En een van die aannames is dat als, je, uh, uh, als het ook complex is, dan is er heel veel van die emergentie. Ja, en dat noemen we ook de law of unintended consequences. Je weet, als je uh, uh, een hele grote groep mensen bij elkaar zet en je hebt zo'n vraagstuk echt. Een, een, een transitievraagstuk waarbij je aan de, aan de voorkant niet echt weet wat er aan de achterkant uitkomt, dan weet je ook dat daar onderweg van alles gaat gebeuren. Ja, en daar, dat van alles dat wil je meenemen in je beleid. Daar wil je op anticiperen. Daar wil je op kunnen reageren. Dat werkt niet als je een heel strak stappenplannetje hebt bedacht daarvoor. Ja, dus op een of andere manier moeten we een manier vinden waarop we die unintended consequences constant meenemen sensen, voelen... van wat gebeurt er eigenlijk... Ja, en hoe pakken we dat dan vast om... dat mee te nemen om wel naar, naar die toekomst te gaan... die misschien al wat aan het veranderen is... omdat er wat gebeurd is. Dus uh, uh, veranderen we het beeld... naar die toekomst ook meteen. Ja, dit, dat is één van de De tweede is van... Uh, je, in, in die complexiteit... zit besloten... Dat, uh, dat we niet alleen maar kijken naar... Uh, naar onderdelen... maar dat het geheel... Uh, meer is dan de som der delen. Ja, uh, bijvoorbeeld, als je, uh, als je kijkt naar uh, een, uh, een bedrijf met allemaal mensen, ja, dan ontstaat daar een bepaalde, een, een bepaalde cultuur, bedrijfscultuur. Ja, dat is, dat, die cultuur die is ontstaan door dat geheel. Ja, die kun je niet duiden, die kun je niet uh, in, in, in kleine onderdelen kun je dat vastpakken. Ja, dus het geheel is meer dan de som der delen. Wat wij altijd ten eigen toe hebben, is als we een probleem hebben, dan gaan we het in stukjes opdelen. Gaan we reduceren. Ja, terwijl je ook kan kijken, van ja, hoe past nou die, die, dat, 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 dat ene stuk, die ene persoon, hoe past dat in het geheel? Ja, en wat levert het geheel meer op dan, uh, dan die som der delen? Ja, een derde is dat als je in zo'n complex vraagstuk zit, dat je daar niet alleen in zit. Maar dat je daar met heel veel meer mensen in zit ja, en dat er heel veel onderweg ook weer gebeurt. Ja, dus er zit een soort begrensde rationaliteit in. Je kunt dat niet uh, lostrekken van de context en uh, in een soort academische omgeving uh, kun je dat vormgeven en daar een soort werkelijke, objectieve werkelijkheid uit creëren, die je daarna dan weer die praktijk in pompt als wetenschapper via je, uh, je artikelen. Ja, dus de, dat, we weten het niet. Dus het is een soort wayfaring, zoals wij zeggen. Ja, en ook een wayfaring met al die partijen die daarbij zitten. Ja, dus wij zijn echt letterlijk in het noorden uh, die gezondheid met al die stakeholders zijn we aan het vormgeven. We ja, dus zijn op zoek naar een soort collectieve intelligentie. Ja. En een uh, vierde is dat, dat je dit dus ook niet los kan koppelen van die context. Als je dit wil veranderen, dan moet je dat doen met die mensen waar het om gaat. Met die stakeholders. Ja, dat doen we liever niet. We halen het liever uit de context, want dan kun je mooie, uh, uh, mooie werkelijkheden formuleren. Uh, kookboeken creëren. Hè. Eigenlijk kun je het dan mooi gecompliceerd maken. Ja, maar dat is wel een, uh, een uitgangspunt bij ons. Zorg ervoor dat je dat ook echt in de context met die mensen doet. Ja? Als je dit doet. Dan heb je een hele hoop shit gecreëerd. Want dan zit je met al die mensen zit je, uh, zit je aan tafel en moet je dit grote probleem gaan oplossen. Moet je, moet je een bepaalde richting creëren en dan is de vraag van hoe doe je dat dan? Ja? Daarom doen we dit ook niet zo graag. Daarom is het ook de, uh, vaak zo dat als we dit soort complexe vraagstukken hebben, dat we dat ook niet zo snel mogelijk uh, plat slaan tot een gecompliceerd vraagstuk. Ja, en dat, dat doen we continu. Gezondheid uh, is, uh, uh, wordt vaak eerst die, die diagnose en dan wordt er een interventie gegeven. Dus het wordt heel erg als een gecompliceerd uh, vraagstuk gedefinieerd. Terwijl we weten dat, uh, bijvoorbeeld, als je een hersenbloeding hebt gehad, ja, dat dat niet uh, op te lossen is door een richtlijn. Want mensen hebben allemaal een andere omgeving, hebben allemaal een andere uh, context, een andere leefstijl. Dat wordt helemaal niet meegenomen, of onvoldoende meegenomen. Dus die complexiteit wordt onvoldoende meegenomen in het handelen van mensen. Ja, dus waar het eigenlijk om gaat is: van kunnen we vanuit het, uh, uh, dat hele deterministische, reductionistische idee: van er is een probleem, dat gaan we diagnostiseren en daar gaan we een oplossing voor verzinnen. Kunnen we uh, veel meer boven water houden dat, 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 dat er enorm veel variabelen zijn en dat dat in de tijd continu verandert ook? Ja, en als je aan één van die dingen trekt, dat het hele systeem begint te bewegen. Ja, dus dit kun, je, dit, dit kun je niet reduceren tot een hele lineaire, duidelijke, uh, probleemoplossende uh, strategie, ja, die, die, het geheel. Die patiënt, die, die welvaart, van die, of die, dat welzijn van die, van die uh, uh, patiënt met een hersenbloeding... die is dus ook afhankelijk van dat hele netwerk. Niet alleen maar van die ene therapie. Hoi, kom maar in. Ja, en bij complexe vraagstukken gaan wij er ook vanuit dat er geen echt antwoord is direct aan de voorkant. Het is niet gepredefinieerd. Er zit veel te veel beweging in. Er zijn veel te veel interacties. In die interacties ontstaan nieuwe situaties. Nou, dus er is niet een silver bullet. Wij weten ook niet hoe die, die transitie van gezondheid eruit ziet. Hoe ziet uh, gezondheid eruit? Nu, nu uh, besteden 12% van het Bruto Nationaal Product aan gezondheid. We weten wel dat als we niks doen dat dat uh, in 2030 zo'n rond de 30% is. Ja, um, we vinden het niet volhoudbaar met elkaar. Ja, maar hoe het er wel uit moet zien, weten we eigenlijk niet. Dus we weten alleen maar dat het complex is, dat het in beweging is en dat we ergens moeten beginnen. Maar dat beginnen is wel van belang. Dat moeten we wel aanpakken. Ja, en zolang we het niet kunnen reduceren tot een gecompliceerd probleem, uh, zie je ook dat we wat afwachten. Ja? Dus wij geven, geven eigenlijk aan van er is geen eenduidige oplossing, maar dat betekent niet dat we niet kunnen beginnen. En het betekent ook niet dat we het gecompliceerd kunnen maken. Die oplossing is er gewoon niet. Ja, en zelfs als die oplossing er zou zijn, dan om dat met al die mensen te regelen en met al dat macht en al die kortdurende politieke, uh, uh, kortcyclische... Uh, uh, manieren van werken, wordt het uh, automatisch complex. Dus een, een plaatje zoals Tim gecreëerd heeft, is een prachtig wenkend perspectief, maar op het moment dat je dan uh, gaat bedenken van hoe gaan we dat dan doen, dan zie je dat je, uh, dat je daar heel erg tegenaan gaat lopen. En, en daar eindigen we ook altijd in, in dit soort gesprekken van, hé, hey, hoe werkt dat dan als je, uh, als je met politieke partijen te maken hebt die kortcyclisch na, uh, na drie, vier jaar alweer aan de volgende... Uh, Verkiezingen gaan denken. Ja, terwijl we weten dat dit soort complexe vraagstukken gaat over beleid maken voor uh, decennia. Ja, Zo'n transitie gaat niet over een paar jaar, maar gaat over decennia. Ja, dus um, besef dat je, dat uh, is voor ons een hele belangrijke, uh, uh, beseffen dat je niet uh, die, uh, die complexe vraagstukken kan reduceren tot gecompliceerde vraagstukken. Ja, hoe fijn het ook zou zijn, hè? het zou heerlijk zijn om gewoon die oplossing te hebben. Ja, maar dat lukt niet. Ja, dus wij zeggen altijd: van je loopt op twee benen. Er is dus altijd in deze vraagstuk, is altijd een, uh, een complex vraagstuk, is langdurig. Ja, uh, daar zitten, die, daar zitten die, die, die assumpties van complexiteit, van emergentie, van continu veranderen. Die interconnectie tussen al die variabelen die zit daar heel erg in. Dat is de ene kant. En aan de andere kant, als het zo simpel is, als er ergens een oplossing is, ja, gebruik die dan. Ja, dus complexiteit betekent niet dat je niet gecompliceerd mag denken. Dus als je iets weet van, nou, aan de voorkant kan ik dat bedenken, uh, predefiniëren en dat gaan we gewoon plannen, gaan we gewoon doen. Ja, een nieuw, uh, uh, we hadden het er vanochtend toevallig over dat er een nieuw monitorsysteem is uh, voor mensen thuis, waarbij je ze kunt volgen. Nou, dat is gewoon een onderdeeltje, gewoon doen. Ja, die 80 doelen, die, uh, 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 de onafhankelijke doelen. misschien zijn dat doelen die, die gewoon uitgezet kunnen worden. en die gecompenseerd aan kunnen, uh, gepakt kunnen worden. Maar dat zijn altijd onderdelen in dat systeem. Die moeten altijd weer teruggebracht worden in dat netwerk. En dat vinden we ingewikkeld. Het is zo fijn om gewoon lekker uh, op, een, op een vastgesteld, gepredefineerd doel te werken, toch? Ja, dus twee, uh, uh, op twee benen lopen we. Ja, en dat betekent dat je theory of change, als je aan zo'n transitie, die langdurige verandering gaat werken, dat dat veel meer een proces wordt. Niet een stappenplan, maar een proces waarbij je de hele tijd aan het anticiperen bent op wat er allemaal gebeurt. Ja, en de hele tijd nieuwe mensen binnenkrijgt en uh, nieuwe mensen eruit gaan. Ja, en studenten erin komen en studenten eruit gaan. Uh, en dat, dat is een lange termijn, uh, uh, lang termijn proces. Ja? Waarbij we ook eigenlijk heel, heel nederig zijn, hè? Uh, omdat we het niet weten. Dat vinden we niet fijn. Zeker die wetenschappers vinden het niet prettig om uh, die praktijk in te gaan en te zeggen: van, ja, We weten het ook niet helemaal. We hebben, wel, we hebben wel wat ideeën, we hebben wel wat scenario's, maar we weten het niet helemaal. Ja, dus dat betekent dat je samen met, die, met al die stakeholders gaat, gaat, gaat zoeken. Gaat leren. Ja, dus het wordt automatisch een leerproces. Ja, en uh, uh, wij zeggen uh, dat kan alleen maar als je, uh, als je al die partijen uh, aan tafel hebt. Ja, the whole system uh, in the room. En uh, wij, wij zeggen dan van dat moeten in ieder geval de burgers zijn. Ja, die worden nog veel te, veel, veel te weinig betrokken. Dat vinden ze vooral in de gezondheidszorg extreem ingewikkeld hoe dat moet. Ja, want die, die burger is vooral een, een soort consument, hè? Uh, die een product komt halen. Ja, het burger, uh, overheden, bedrijven. Uh, uh, ook de, de, de academici, de, de higher education. Ja, en als vijfde zeggen wij van je moet ook die omgeving meenemen. Die omgeving, die moet ook een stem krijgen. Ja, dus wij hebben het over de quintiple helix, zoals we dat noemen. Al die... Uh, al die verschillende connecties. Natuurlijk heeft die rivier die heeft geen stem. Ja, die, die kun je wat lastig aan tafel zetten. Ja, maar dat moet je organiseren. Ja, en dat wordt ook steeds meer gedaan. Ja, en dan zie je al dat je, uh, dat je, uh, dat, dat je echt uh, met elkaar dat gaat doen. Dat het een collectief verhaal wordt. En niet één richting. En dat kan heel sterk zijn. Om te doorbreken dat het over drie... Uh, uh, dat beleid gemaakt wordt alleen maar door overheden... In een cycli van drie jaar ja, of ergens bij een andere partij uh, weggelegd wordt. Ja, want dan uh, creëer je een enorme kritische massa met elkaar om naar die verandering toe te werken. Ja? En het derde is dat, dat als, als we dan zo nederig zijn en het is een proces en we zijn aan het leren met elkaar, betekent dat ook automatisch dat je uh, niet moet denken aan een soort vastgelegd pad wat er is. Het is veel meer een kompas. Waarmee je aan het werken bent, dan een, uh, dan een routekaart. Ja, want die routekaart weten we niet, want er gaat van alles onderweg gaat er gebeuren. Ja, voor je het weet, in de gezondheidszorg heb je een, een virus die binnenkomt uh, uh, wandelen, waar we nog nooit van gehoord hadden en waar we echt op moesten anticiperen. Ja, nou, daar zag je trouwens perfect dat we dat heel ingewikkeld vonden. Wat gingen we doen? We gingen dat complexe vraagstuk van wat betekent zo'n virus nou voor de maatschappij. Gingen we plat slaan naar van uh, er is een virus en die moet dood. Ja, dus we gaan kijken hoe we dat kunnen doen. En daar gaan we maatregelen op nemen. Maar wat dat betekende voor de economie, wat dat betekende voor al die mensen die maandenlang in eenzaamheid opgesloten zaten uh, voordat we in de gaten hadden dat dat echt zo was. Ja, da daar hebben we heel weinig aan gedacht. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld van een complex vraagstuk waar we wat we. Uh, wat we ja, waar we eigenlijk alleen maar virologen en epidemiologen uh, uitgenodigd hebben aan tafel. Terwijl, ja, als je daarop terugkijkt, denk je: van, hoe is het, hoe is het mogelijk? Ja, omdat dat veel meer gevolgen heeft voor een hele grote groep mensen. Ja, wat betekent dat nou praktisch? Dit. Um, nou, in ieder geval: dat, uh, uh, dat, je, dat je heel erg op die complexiteit georiënteerd moet zijn, zoals wij zeggen, en dat je veel meer dat hele systeem. Uh, voor ogen moet hebben. En wij zeggen dat is contextspecifiek. Dat gaat dus echt over het hele systeem. Ja, dat, moet, uh, uh, dat moet niet alleen over de oppervlakte, over de problemen gaan, maar continu dat hele systeem meenemen. Uh, 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 we weten niet wat het is, dus we zijn aan het leren. Dus we moeten gaan proberen, experimenteren, kijken wat het doet, ja, en daarvan leren. Ja, en wat, we, wat, wat goed gaat, dat houden we, en wat niet goed gaat, dat parkeren we weer. Ook daar, dat klinkt super logisch, maar daar zijn we niet goed in. Wij experimenteren bijvoorbeeld in de, uh, bij gezondheid heel veel. Ja, maar het is allemaal super fragmentarisch. Hoe koppel je nou al die experimenten, hoe koppel je die nou aan elkaar? En hoe zorg je nou dat al die verschillende fragmentarische dingen een uh, bijdrage leveren aan dat grote plan van Tim bijvoorbeeld over klimaat? Ja, dus je moet continu ook kijken van hoe leveren nou die fragmenten een bijdrage, uh, de, 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 zeg maar, de kortcyclische uh, initiatieven, misschien wel de gecompliceerde dingen, hoe leveren die dan bijdrage aan de veel langere termijn van die complexe vraagstukken? Ja, en als laatste moet je dan niet alleen maar, gaat het niet alleen maar over wat je gepland hebt, maar je moet ook meenemen wat ongepland is. Wat erop komt ploppen. Ja, ik ben niet alleen maar bezig met een met transitie van gezondheid. Ik ben ook bezig met een transitie van educatie. Van leren. Want ja, we hebben nog steeds een, een onderwijssysteem van het jaar Kruik. Um, en nu heb je die, die chat-robot. Uh, Fantastisch. Nou, ik denk dat dat, meer, uh, dat, dat dat echt zoiets wat, uh, wat oplopt. En wat meer betekenis gaat hebben voor onze educatie dan wat dan ook. Al die suffe uh, uh, scripties. Uh, die studenten hebben uh, aan het schrijven zijn en hebben geschreven, die zo die in gaan. Dat is een uh, einde verhaal volgens mij. Dat ding uh, kan dat prima allemaal uh, uh, vormgeven. Uh, dat is een heel mooi voorbeeld van, er komt iets opgeplopt en dat kan enorme betekenis hebben. Uh, ik word daar altijd heel enthousiast van. Niet iedereen wordt er enthousiast van in mijn omgeving, merk ik. Ja? Dus, maar het is een wayfaring en wij zeggen, dit is... Als je dat lange pad met elkaar gaat, dan, 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 dan zit je echt met je, met je poot in de klei. Door de modder heen. Innovatiemodder noemen we dat ook wel. Experimenteren, kijken waar je staat. Die jongens niet alleen, ja, dat daar daar doe je collectief. Ja, en dat, de wayfarer is daar een, mooie, een mooi beeld van. Ja, en wat van belang is, is dat je niet alleen maar reageert op problemen. Want wij zijn heel probleemgericht. Hè? We gaan pas, pas wat doen als we merken dat het een probleem heeft. Ja, maar uh, wat, wat mooi is als je bedenkt dat onder dat probleem systemen liggen. Ligt het misschien daaraan? Ligt het misschien aan de manier waarop wij uh, heel erg gewend zijn te denken in gecompliceerde problemen? In, re, uh, in het reduceren van problemen die we kunnen vastpakken en die we kunnen oplossen? Ja? Zijn onze uh, universiteiten niet zo georganiseerd dat ze ook vooral daar zich op richten? Ja? En zit daar niet onder? Helemaal onderin een soort uh, mythe. Nou, hier wordt het keurig mental models genoemd. Dat er een soort objectieve werkelijkheid is en dat we alles kunnen begrijpen. Maar als dat zo is, dan ga je natuurlijk nooit dat wayfairen. Dat is allemaal zo ingewikkeld, al die mensen. En dat zoeken met elkaar, continu. Dat sensen de hele tijd. Ja, daar heb je dan geen zin in. Dat hoeft dan ook niet. Want je weet dat er ergens de werkelijkheid is. Je moet het alleen nog vinden. Ja? Nou, dus uh, wat van, uh, voor ons heel erg van belang is, is dat, dat we zien dat er verschillende lagen zitten in die, uh, in die werkelijkheid. Ja? En dat we dan ook niet alleen maar die, die, uh, kijken naar wat er boven het ijs uh, uh, of boven water is, wat de problemen zijn, wat de vraagstukken zijn, maar dat we veel meer kijken van wat is die hele ijsberg, wat is het hele systeem en kunnen we daar zorg voor dragen. Ja, dus dan is. Is, is zorg ook niet meer iets wat, uh, wat heel erg gekoppeld is aan gezondheidszorg, het oplossen van gezondheidsproblematiek bijvoorbeeld, maar veel meer zorg dragen voor het hele systeem. Voor de hele wereld. Ja, en wat, wat dan mooi is, is dat je dan, en, en, en daar word ik, word ik heel enthousiast van, dan hoef je niet meer alleen maar naar problemen te gaan kijken, maar dan kun je ook gaan kijken van hoe kunnen we nou. De, de capaciteit van dat systeem om gezond te zijn en gezond te blijven. Hoe kunnen we dat gaan stimuleren? Hoe kunnen we veel meer mensen bij elkaar brengen? Hoe kunnen we de samenhang in die, die interconnectie tussen al die mensen en, en mooie beelden. Hoe kunnen we die bij elkaar krijgen? Wij noemen dat amplitie. To amplify. Het vergroten van de, van de capability, van de capaciteit om gezond te zijn en gezond te blijven. Dat is Een hele andere wedstrijd dan wachten tot mensen ziek genoeg zijn. Zoals we nu doen, hè. We zijn met z'n allen gewoon, en die hele gezondheidszorg... is gewoon georiënteerd op wachten totdat mensen ziek genoeg zijn. En dan gaan we wat doen. En we weten dat dat 30 tot 40 jaar duurt. En als ze dan bij de dokter komen, is het eigenlijk al te laat. Dan zijn er zijn allemaal structurele veranderingen, kunnen er niks meer aan doen. Bizar eigenlijk. Ja, zo heb we dat opgericht. Wat zei je? Ja, ja dat is het verdiende, ja. ja en alleen het, het jammer is dat we het niet meer redden. Ja, want, ja, oké, want, want dat is. Het verdienmodel wordt eigen Het verdienmodel we worden steeds ouder. En we weten dat de gemiddelde 70-jarige drie tot vier verschillende ziektes heeft. Die, die allemaal behandeld moeten worden. Nou ja, dit is, uh, het, het is echt. Uh, uh, het wijden met de kraan open eigenlijk. Ja? Wachten tot mensen ziek genoeg zijn. En dan houdt het op. Ja. En we weten dat dan vervolgens er. Uh, uh, dat, dat mensen ook geen. En kwaliteit van leven in die, uh, in, in, in die hele periode hebben. Maar dat gaat te veel over gezondheidszorg. Maar dat is wel een, een vraagstuk in die, uh, rond gezondheid. Ja, wat die, die amplitie, wat, wat, wat een, mooie, een mooi voorbeeld daarvan is: van How Walls Change Rivers. Dat is een filmpje. Kijk die eens. Als je hem nog niet gezien hebt, kijk die eens. Maar dat laat heel mooi zien dat je, als je naar het hele systeem kijkt en je. Je, 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 je brengt er één ding in dat zo'n heel systeem gaat bewegen. Dus je, je trekt aan één, uh, één van die connecties, en je ziet dat, dat uh, er uh, nieuwe beesten uh, uh, in het gebied inkomen. en dat zelfs de rivieren veranderen daardoor. Ja? En dat zo'n heel ecosysteem daarmee gezonder en vaak ook diverser wordt. Hè? Dus die biodiversiteit daarin uh, uh, enorm toeneemt. Ja? Maar die amplitie. Die, dat is denk ik heel mooi. Want we zijn dan niet meer alleen problemen aan het oplossen, maar we zijn vooral aan het kijken van hoe kunnen we die complexe systemen veel meer uh, versterken. Ja. En wat van belang is, is dat, dat, dat we zien met elkaar dat dit een heel langdurig leerproces is. Ja, dat is niet een oplossing uh, 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 een, een hele lekkere, uh, lineaire, causale, kortdurende oplossing. Maar je weet met elkaar. Ja, als je het klimaat wil veranderen, of je wil die gezondheid echt anders positioneren en organiseren in, uh, in de landen, dat je daar tientallen jaren met elkaar mee aan de gang moet gaan. Ja, en dat het dan heel belangrijk wordt om niet alleen maar dat drama van die uh, uh, van, uh, we redden het niet, we gaan ten onder hebben, maar dat je een, echt een, een leidend, een denkend uh, een perspectief hebt. Een missie. Uh, uh, nou, dus de, uh, dat is namelijk wat mensen bindt. Ja, dat is ook waarom iedereen zo blij wordt van zo'n plaatje. Omdat de, 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 dat geeft hoop. Ja? En, en dat kan dan ook. Ja? We, we hebben nog niet de oplossing. Ja? Vaak gaan we, pas over, uh, gaan we pas in actie komen als we ook een oplossing voor het probleem hebben. Hè? Anders dan uh, negeren we dat liever. Ja? Maar dat hoeft nu niet meer. We kunnen nu gewoon zeggen van we hebben een bepaald beeld... Onderweg gaat er van alles gebeuren. Er emergeert, er popt van alles op. Ja, maar dat stellen we wel bij. Ja, en het liefst uh, beeldend, verbeeldend en vooral inspirerend. Ja, en dat, vond ik het, dat vind ik het hele mooie van dat verhaal van Tim. Het is een heel inspirerend beeld naar de toekomst toe. Ja, het, is, het geeft hoop. Zonder je klimaatoptimist direct uh, hoe, uh, te noemen. Ja, dus het, uh, uh, met elkaar... Gaan we gewoon uh, 20 tot 50 jaar gaan we aan de slag? En uh, wayfaring gaan we dit soort complexe vraagstukken oppakken. Ja, want we hebben het over klimaat, we hebben het over gezondheid, maar we hebben het natuurlijk ook over economie. Uh, nou, zo, zijn, zo hebben we eigenlijk een hele hoop uh, maatschappelijke systemen die allemaal een beetje uit het jaar kruiken uh, komen. Dus we hebben nog wel wat te doen. Dat is ook wel tof, vind ik, van deze tijd. Dat we, dat, dat we, dat we echt impact daarin kunnen hebben. Ja, en als je dan naar dat leerproces kijkt, dan gaat het er al heel erg over dat we, dat we blijven, um, uh, uh, blijven evolueren uh, along the way. Gewoon uitproberen en uh, uh, dingen plannen, ja, experimenten plannen, maar ook kijken wat, wat erop plopt. Dus ook de niet geplande initiatieven, activiteiten, wat, wat, wat er gebeurt, moet je ook meenemen in je verhaal. Het ja, is een hele andere manier van denken dan dat je aan de voorkant een mooi plan hebt gemaakt met uitkomsten, criteria um, en, en, en alleen dat meten. Nu ga je met elkaar op reis en ga je along the way ga je lekker uh, bij elkaar zitten en kijken van waar staan we nu. Moeten we ons plaatje misschien aanpassen? Ja, is er iets enorm uh, opgeplopt, een covid opgeplopt waar we op moeten anticiperen? Ja, zitten daar ook mooie dingen aan? Hey, ja, er komt, uh, we zien dat er lokaal enorm veel sociale cohesie uh, ontstaat. Kunnen we dat gebruiken voor onze transitie? Ja, ja, zo ga je met elkaar ga je, ga je, ga je leren. Ja, en dat is echt iets anders dan die audit culture waarin we nu zitten. Ja, want daar is heel weinig ruimte voor innovatie. En voor creativiteit, hè? omdat je aan de voorkant al vertelt wat er aan de achterkant uitkomt komen, omdat de criteria vaststaat. En daar word jij op afgerekend. Dus daar ga je ook naartoe werken. Ja, dus je bent helemaal niet op zoek naar nieuwe, nieuwe dingen, naar novelty. Je bent helemaal niet op zoek naar anticiperen op situaties, want jij je, uh, uh, je, je, zit, je zit vast in je audit culture. Ja, dus echt, dit is een van de grootste problemen, uh, zeker in de gezondheidszorg. Uh, ja, en in het welzijn. Ja, dus het, dat reduceert enorm de creativiteit. Dus wat, wat je wil doen is een leerproces ontwikkelen... waarbij je veel meer ruimte hebt voor dat, dat reflexieve. Wat hebben we gedaan? Waar, hebben we, waar lopen we tegenaan? En hoe kunnen we daarop uh, 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 anticiperen? Met elkaar. Ja, en en dat, dat is een, een combinatie tussen... Uh, evalueren wat je gedaan hebt. Sensen. En dan vervolgens het omzetten in een agenda. Een kortdurende agenda, van hey, we zien van alles gebeuren. Zoals in Noorden, extreem hoeveelheid innovaties en ideeën. Maar wat wij zien is dat het vaak uh, na, de, uh, na de initiële fase ook weer ophoudt. Dus uh, met dit soort evaluatie, leren en innovatie, kun je kijken van... Uh, gebeuren niet op verschillende plekken hetzelfde? Kunnen we die bij elkaar zetten? Waar moeten we, uh, waar moeten we energie aan geven? Wat werkte wel, wat werkte niet? Wat zijn de geleerde lessen? Ja, daar, op basis daarvan formuleren we een agenda. Gaan we kijken, wat doen we op de korte termijn? En ook wat doen we op de langere termijn? Ja, want elke keer is ook een soort check van... Hey, die, die, dat, dat, dat wenkend perspectief, is dat nog wat we willen? Of is, die, uh, is, is uh, along the way, is het allemaal veranderd... en moeten we het weer, uh, moeten we het weer aanpassen? Ja, dus het is een hele... Uh, Wayfaring, uh, het is een reis die je met elkaar uh, gaat, aangaat. En het mooie van zo'n reis het mooie van zo'n agenda, als je die met elkaar kan formuleren, is dat dat voorbij gaat aan één stakeholder. Dus dat gaat voorbij aan alleen maar uh, de gemeente. Ja, dus wij zijn in het noorden ook heel erg bezig met kunnen we regiovisie ontwikkelen, kunnen we dat uh, met die verschillende partijen doen. Ja, dus we hebben in in Ames uh, Delta we hebben we bijvoorbeeld een programmateam. En dat programmateam bepaalt met, alles, met al die stakeholders samen bepalen ze uh, het programma. Waar gaan we mee aan de gang? Ja, uh, burgers worden daar ook in meegenomen. We zijn nu een burgerraad daarvoor aan het opzetten, om, om, om die ook echt uh, als, als onderdeel gewoon vast mee te nemen in dat. Ja, en het, het mooie daarvan is dat uh, als dat maar sterk genoeg is, dan. Uh, of dat is misschien niet mooi, maar dat is mijn hoop. Meer is het niet. Een hoop dat, 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 uh, dat zo'n agenda sturend is door al die kortdurende cycli van gemeente en zo uh, heen. Ja, want, want op het moment dat, dat we daar niet aan voorbij gaan, dan gaan we gewoon kortcyclies, elke drie jaar, hetzelfde circus weer. Uh, uh, en zijn we afhankelijk van. Uh, uh, van de grillen van, uh, van de kiezers. En dat hebben we gewoon nog niet zo goed in, in de hand. En misschien wil je dat ook niet zo goed in de hand hebben in een democratie. Ja, dus, en dat, wij noemen dat transitiegericht monitoren... maar dat, 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 dat is bekend als reflexieve monitoring... actie-opgavegericht monitoren, lerende evaluatie. En ik denk dat dat een, echt een prachtig instrument is... Uh, waar, waarmee je met elkaar kunt zeggen... Ah, gewoon de komende 20 tot 50 jaar gaan we dit... Uh, Gaan we deze, dit soort grote vraagstukken, complexe vraagstukken, gaan we aanpakken? Nou ja, dat, uh, dat, dat vergt één ding. En uh, dit is in de Himalaya. Uh, 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 dat vergt één ding en dat is dat je, dat, dat je met elkaar moet durven om die eerste stap te zetten, om die reis te gaan maken. Ja, en uh, daar wil ik jullie allemaal voor uitnodigen. Dank je wel.